Hallo, maar vandaag ben ik weer met een nieuwe video. Vandaag een keertje H1Z1 spelen. Als jullie niet weten wat H1Z1 is, het is eigenlijk gewoon een survival zombie spel. En ik ga vandaag Battle Royale doen, dat betekent dat je dus moet survivalen. Sorry. Nou, dit is dus een spel dat je moet survivalen en dat je andere mensen moet killen. En zoals je ziet, spanning nou redelijk goed. Maar zie je altijd je mannetje mee parachute en ik zit in H7. Als je de map klikt, zie je H7, dat is bij Cranberry. Dat is natuurlijk een hartstikke goede locatie om een beetje gear te gaan vinden. Niet al te veel FPS. Maar ik ga gewoon eens even kijken of ik een beetje gear hier kan scoren. Een beetje mensen neer kan knallen. Deze video gaat waarschijnlijk wel even duren. Dus, want het is natuurlijk een survival spel. En als je dood gaat ben je natuurlijk snel af. Maar als je niet dood bent, dan ben je natuurlijk niet snel af. Daar stond de deur al open. Oh wauw, hier stond de deur ook al open. Nou, hier zijn waarschijnlijk al mensen oh nee, hier ligt nog een gun. Nou, dat is een Magnum, maar die hoef ik niet. Altijd even uitkijken voor je enemies. Ik weet niet of ik geluid heb. Of ik weet niet of jullie geluid horen, maar... ik heb geen facecam. De reden daarvoor is omdat ik... zeg maar, als ik facecam wil doen, doe ik het altijd in een hoekje. Alleen, nou... ja, het kan eigenlijk wel linksboven, maar... ja, heb ik niet echt over nagedacht. En ik... ja, gewoon een keer zonder facecam. Maar deze video kan dus wel redelijk lang duren en ik vind die gelijk een shotgun. Ga ik eens even die gun reloaden. Hier ligt ook een boog en een magnum. Dat betekent dat er nog niemand in het huis is geweest. En dan ga ik zelf al deze deuren openen. Ik moet nog even een backpack hier vinden. Stun grenade zeg ik. Hier ligt niks bijzonders. Ik moet alleen nog even een AR vinden van die medkit. Dan ben ik blij. Nou, als ik nou aan het zoeken ben, zijn alle deuren open. Dus nou, hier ligt niet echt iets speciaals. Hier in de badkamer ligt nou ook niet echt speciaals. Even bij deze deuren kijken. Oh ja, hier een medkit. Hier. Zo, dat zag ik snel. Tactical First Aid Medkit. Nou, dat is best wel mooi, want dat heb ik natuurlijk nodig. Oh, hier ligt er nog een. Als ik geraakt word, dan activeer ik gewoon die medkit. Dan krijg ik mijn leven terug. En ja, gelukkig heb ik wel een shotgun, dus dat is al redelijk goed. Zoals even kijken. Er worden ook al mensen gekild. Er zijn niet zoveel in deze game. Dat komt omdat, ja, omdat het in de ochtend is en ik maak deze video voor school. Dus ik dacht, ga ik gewoon eens even potje H1Z1 opnemen. En normaal op mijn eigen computer kan ik dit nooit opnemen, want mijn computer is gewoon veel te langzaam. En dus dan dacht ik, nou laat ik het op mijn broertje computer gaan opnemen. En ik heb even mijn microfoon verplaatst en zo, dus... dan kan ik hier lekker opnemen op een broodcomputer. Maar ja, ik speel het spel nu in 50 fps met opname. Dus dat is dan redelijk goed, vind ik nog wel. Dan moet je altijd uitkijken voor de enemies. En je moet straks ook nog naar de safe zone. Als je het spel zelf... kijk, hier ligt er nou ja. Als je het spel zelf speelt, dan weet je wel natuurlijk wat je moet doen. Pak nou de verkeerde ruimte zoek. Take round. Voor mij ligt er heel veel ammo. Oh nee, 30, oké. Okay. Nou, oh, hier ligt ook een backpack. Ik heb nu een shotgun, een AR. Nou, dat is natuurlijk super mooi. Maar ik moet ook nog even een auto vinden. Ik ben nou best wel sterk, dus ik kan, als ik mensen zie, kan ik ze shotgunnen of killen. Maar ik wacht eigenlijk, ik kan misschien het beste wachten op de safe zone. Als je op M klikt, dan zie je straks een groene ding hier. En dan moet je daarheen. Ik hoop dat het hier vlakbij Cranberry is, want hier zit ik. Hier zie je mijn position als H7 en H7. Dus ik zit in Cranberry. En ja, dus ik hoop dat daar de uiteindelijke safe zone komt waar ik mensen kan gaan killen. Maar uit ervaring weet ik dat hier wel een auto echt vlakbij staat. Maar ik kan natuurlijk niet zomaar de straat op oversteken, want het is natuurlijk gewoon, er lopen wel gewoon andere mensen. Nou, ik kan het altijd proberen. Kijk, er loopt eentje. Nou, ik ga even wat dichterbij hem. Ja, oké, ik ga hem shotgunnen. Boys, let op. Oké, ik ga hem shotgunnen. Hij is hier, dat weet ik wel. Natuurlijk altijd uitkijken. Oh, shit. Oh, get turned! Snel, medkit. Oh, wauw, die gast heb ik hard geteerd. Ik heb hem geturnd, maat. Wauw, jij is slecht. Zoals je zag, zag je hier, ik weet niet of je mijn muis kan zien. Maar je zag dus onderaan dat ik geraakt werd.
Maar, oh, ik heb hem hard geturnd, maat. Hij zat hier in het hoekje. Hij is zo slecht. Even mijn first aid kit erbij. Wauw. Wauw. Hij is slecht. You fucked up. Ha! Aha. Je hebt hem gewoon hard geturnd. Holy shit. Nou, gelukkig heb ik nog een first tactical aid kit of zo. Ik doe hem even hier, want heb ik ze bij elkaar. Zo, ik heb genoeg kogels. Ik heb iemand al gekillt, dus dat is natuurlijk mooi. En hier liggen allemaal nog wapens en shit. Maar dat hoef ik allemaal niet. Echt blij dat, ik zag zeg maar hier. Zag ik dat de kogels hadden. Toen dacht ik, jump shot, turn ik hem vol. Hij had een shotgun en ik had een shotgun, maar ik knal hem vol op zijn hoofd. Let's go. Nou, zo'n medkit is natuurlijk ook zwaar op, die werkt ook heel erg lang healen. En laat ook achter of jullie misschien meer van dit soort video's willen, want ik maak nu natuurlijk deze video en ik kan natuurlijk ook vaker proberen als jullie willen. Hier nog een medkit. En ja, medkit is natuurlijk ook zwaar OP. Dat zei ik net ook al. Even deze deur openen. Oh, hier ligt nog shotgun. Pak maar wat ammo erbij. Zo. Hier zit trouwens hoeveel je ook nog bij je kan hebben, zeg maar. Nou, voor mij heb ik nou gewoon hier wel genoeg. Ik ben gewoon stacked, ik kan gewoon gaan lopen. Oké, hier zit iemand. Hier moet iemand zitten hoor. Oké, ik heb zeg maar nu even geen game geluid. Want ik heb dat even uitgezet. Voor mij of jullie horen het wel. Kijk, haha, outplayed. Hoppa, doei doei doei. Ik doe zeg maar even mijn schoen uit, want dan kunnen ze... Oh, ja, dan kunnen ze heel goed horen. Dus, nou, ik pak hem wel even op. Ik weet niet waar ik hem heb gelaten. Ja, hoppa, hij is ook weer geowned. Jongens, dit gaat goed, boys. Blue backpack, ja. Daar doe ik even een paar dingen in. Die bandage is altijd handig om erbij te hebben. Een backpack, blablabla. Dit is allemaal zooi wat ik niet hoef. Nou, deze heeft een... Voor mij is dit dingen voor je AR. Dat zijn natuurlijk kogels. Even kijken hoeveel ik al voor mijn AR heb. Ik heb nou even mijn schoenen uit... nee, ik heb niet mijn schoenen uitgedaan. Ik doe even mijn schoenen uit, want... als ik nou bijvoorbeeld ga lopen, dan kunnen mensen me horen. En ik dacht dat ik net al een schaduw zag. Maar ik heb hem gelukkig een keer met mijn shotgun. Want shotguns, al die zijn toch OP. Eén schot, dus ze zijn meestal wel dood. Maar let's go boys. 2 kills. Ik weet niet bij hoeveel we zitten. Rechtsboven zie ik 47. In deze video, ik zei al dat het gaat natuurlijk lang duren. Maar als ik nou dood ga, vind ik het alsnog een goede video. En ja. Ik speel niet heel vaak H1Z1. Dat komt omdat ik natuurlijk op mijn eigen computer speel ik vaker dan op mijn broertje computer. En dan kan ik dat natuurlijk niet doen, want mijn broertje zit ook altijd op zijn computer. Nou, niet altijd. Zit ook altijd op zijn computer. Dus kan ik het niet doen, maar ja, nou, nu kan ik het een keer. Want ik begin een keer laat. En zoals je ziet heb ik al 2 mensen vol geowned. Maar ja, dan kan je altijd zo'n loot searchen, dat heb ik net even gedaan. Ik ben nou wel een beetje aan het campen. Maar ik moet even een auto zoeken. Ik heb op M. Nou mate, de safe zone is hier. Het komt op die berg. Oké, ik moet sowieso naar het oosten. Nou, dat wordt lopen jongens. Dit wordt weer zo'n lange loopsessie. Ik weet niet of jullie dat ooit... Ik weet niet of jullie ooit een keer eerder in gameplay van H1Z1 hebben gezien. Maar ik kan zeg maar survival en battle royale. En ik doe altijd battle royale. Maar ik denk dat ik nu de hele tijd moet gaan lopen. En als ik iemand tegenkom, dan ga ik hem natuurlijk killen. Dus vanaf hier gebeurt het denk ik niet zo... Uh-oh. Ik moet wel opschieten. Nee, fuck. Wauw, oké, nu komt toxic gas achter me aan. Dat is gewoon dat gas. Maar shit, ik had eerder op moeten letten met die toxic gas. Want over 1 minuut komt die toxic gas komt dus op me af. En dat is gewoon gas. Als je niet in die safe zone bent, wat ik net heb laten zien, dan ga je gewoon dood. Maar ik heb natuurlijk allemaal nog medkits, dus ik kan nog even lang rennen. Maar dat zal wel zo zijn dat ik de hele tijd blijf rennen. Dus dat is wel minder. Maar ik zit nou H7 en als je gewoon het oosten blijft lopen, dan kan je rechtsboven zien welke kant je op remt. Dan zal het misschien wel goed zijn. Maar shit, ik had eerder moeten zijn met rennen. Het beste zou nog zijn als ik zo nog een auto vind. Ik
Kijk, hier loopt gewoon een enemy. Oké, ik ga hem killen. Kut, nu was ik volgeturnd. Oké, ik wil niet volgeturnd worden. Hoppa, heb ik hem dood? Hoppa! Doei, 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 doei. Hem heb ik ook weer geowned. Oh, hij heeft 5 medkits. Holy shit. Oh, deze kerel was stacked. Kijk of hij die had. Maar ik moet nou echt doorgaan. Ik heb geen tijd om die zooi op te pakken, want... hoe heet dat? Ik moet uitkijken voor die toxic gas. Dat als ik nou op... Holy shit, ik heb gewoon al 3 kills. Let's go. Ja, kijk, de toxic gas komt er al. Niks het H7. Misschien, er is een, bestaat een kans dat ik deze H1Z1 nog ga winnen. Maar het is natuurlijk al een lange video. Wel gelukkig dat ik deze tegenkwam, hoor. Alleen het schieten met een AR is natuurlijk anders dan met een shotgun. Op H1Z1, als je dichtbij bent, moet je altijd gewoon een shotgun gebruiken. Kijk, zijn nou I7? Oh. Oh mijn god. Ik ben zo dom. Ik heb de hele tijd de verkeerde kant op gelopen. Wauw, epic failure. Nou, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker terug. Ik heb tenminste door deze fout heb ik wel een kill. Dus dat... ja, dat is dan wel weer gunstig. Ik weet niet hoe je dat... heb er een uitspraak van of zo. Maar ja, geluk bij een ongeluk noem je dat. Dat was hem. Maar nu kom ik dus achter dat ik helemaal naar het westen moet. Dus I fucked up. En dat toxic gas komt natuurlijk al... achter man en ik dacht al net ook al toen ik hem tegenkwam, die ene gast, toen zo gaat hij naar die kant, maar ik was even in de war met oosten en westen, dus ja, dat is niet dus goed. Nou ja, dan eens even deze berg op. Deze opname is nog steeds goed bezig. Ik ben ook echt blij dat hij nog steeds bezig is en ook nog goed. Ik weet dat hier ergens een auto staat, maar ik ben vergeten waar die exact staat. Maar die toxic gas, nee maat, het komt al achter me aan. Maar gelukkig heb ik heel veel van die medkits, dus kan ik heel erg lang overleven. Dus als ik in de toxic gas kom, doe ik gelijk mijn medkit. En dan ga ik gelijk gas erop naar het westen. Westen, en niet oosten, maar westen. Ik heb al 3 kills deze game, let's go boys. Normaal had ik echt maar 1 kill of zo. Of ik ga vroeg dood. Als je het over kills hebt. Hoppa, weer een kill erbij. Jemig, ik heb gewoon al 4 kills. Let's go, zo cleanen wij die shit. Waar, zieke broek. Nou, ik heb eigenlijk geen tijd om dit te checken. Ik moet gewoon wegwezen. Holy shit boys, ik heb gewoon al 4 kills. Deze game gaat lekker. Echt blij dat deze opname goed gaat. Ik ben ook blij dat het dat de kip goed gaat op H1Z1. Het kan natuurlijk zo zijn dat ik zo dood ga, maar ja, dan heb ik gewoon pech. En dan gaan we gewoon, dan upload ik nog steeds, want deze video gaat voor mij hartstikke goed. Maar ik zit nog steeds H7 en de toxic gas komt er natuurlijk al aan. Dus ik moet even gas erop geven. Nou, mate. Niet water. Oké, dan moet ik eerst daarin lopen en daarna kan ik pas de brug over. Oh nee. Toxic gas, niet op mij. Maar ik weet niet of ik deze ga winnen, maar want kijk, zeg maar, je moet altijd op die bergen. Er zijn altijd al mensen die daar aan het teamen slash campen zijn. Maar nou, we zien wel. Misschien own ik ze wel beide. Ik heb gewoon al 4 kills. Dat is gewoon niet normaal. Als je zelf H1Z1 doet, dan weet je natuurlijk al hoe het allemaal werkt. En ja, als je een keer H1Z1 met mij wilt doen, dan kan dat. Moet je gewoon even je Steam-naam achterlaten in de reacties. Dan zal ik even kijken wanneer ik online kan komen. Dus even alt kijken naar... Oh, kijk, daar komt Toxic Gas. Ja, oké. Nou, dan ga ik gewoon mijn medkit gebruiken. Dat maakt niet uit. Hier. Ik heb er toch genoeg. Zo, medkit. Alleen, dit is wel je... Ah, nee, nu gaat de FPS ook naar beneden. Nou ja. Nou ja, dit wordt gewoon echt rennen. Gelukkig heb ik heel veel medkits, dus ik kan niet snel dood. Ik had veel eerder naar het westen moeten lopen, maar ik ben natuurlijk zo dom.
Oké, ik heb zo'n nieuwe strategie. Ik ga alleen pas mijn dingen gebruiken als het moet. Yasu.